It's the only fun van Saramaka. And when it is low, dan luistert graag iedereen naar hem. Mag ik hem naar voren roepen? Ons parlementslid, de heer Mahinder Kumar Jogi. Hij is ook de secretaris van de VHP. Alles movement kom, voetbal zet je niet aan. Alles movement, de voetbal is niet aan. Voorzitter van de VHP, First Lady, alle bestuurders van de partij, dames en heren, van heinde en ver, hier getogen ter ondersteuning van de VHP, maar met name om te luisteren naar de boodschap van de voorzitter van de VHP, de echte leider van Suriname, de heer Chandrika Prasad Santokhi. Dames en heren, ये पार्टी पीएपी जो है जब से ये पार्टी बना है जब से ये पार्टी नियुक्त हुआ है 1948 vanaf 1948 heeft de VHP continu in de coalitie of in de oppositie een bijzonder bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname een bijzonder bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het bieden van ontplooiingskansen aan alle Surinamers in dit land, waar ze ook op het grondgebied van Suriname zich mochten bevinden. En we beginnen met algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen in 1948 gerealiseerd door de VHP onder aanvoering van haar leider, de heer J. Lachman. We gaan verder. De VHP is de partij geweest die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het aanleggen van landaanleidingsprojecten in het hele land, van Nikeri tot in Marowena. U vergeet niet de olieplantage Patamaka. U vergeet niet in Brokopondo en Para, Fedra en Victoria, allemaal bedrijven opgezet door de VHP voor werkgelegenheid, voor productieverhoging en ook voor een bijdrage aan de nationale economie. Zo heeft de VHP een roemrijk verleden. Overal oppositie of coalitie, de VHP heeft een bijdrage geleverd. De VHP is de partij die aan de wieg heeft gestaan van de bouw van de Universiteit van Suriname. Omdat de VHP toen al wist dat kinderen van ons naar school moesten gaan, zich moesten ontwikkelen en niet continu in die modder zouden moeten ploeteren. De VHP is de partij die ervoor heeft gezorgd dat de centrale markt is gebouwd en dat uw producten aan de man kon brengen aan de centrale markt. Ook de middelbare opleiding Natin is een verworvenheid van de VHP. We kunnen het lijstje voor u verlengen, mensen. In 1975 zat de VHP in de oppositie. En vanuit de banken van de oppositie heeft de VHP een bijdrage geleverd naar de onafhankelijkheid. En het standpunt van meester Lachman was, we zijn nog te vroeg voor die onafhankelijkheid. En condities en omstandigheden moeten gecreëerd worden. Men heeft niet geluisterd. Op basis van rancune en politieke hebzucht heeft men gehandeld. En de resultaten liggen daar, de coup van 1980. En daar heeft de VHP leiderschap getoond. Geen opportunisme. De VHP heeft vanaf 1973 tot 80 in de oppositie gezeten. Van 80 tot 87. Maar de VHP is niet gaan meewerken met de militairen om het land te besturen. De VHP heeft aard en karakter getoond. Dat andere partijen betrokken moeten worden voor het verder traject. De VHP heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het terugbrengen van de democratie in Suriname. Tot in 1987 wij verkiezingen konden krijgen. De VHP heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het beëindigen van het binnenlands conflict. Waar de heer Lachman initiatieven heeft genomen om te praten met alle groepen die in beweging waren. Waaronder ook de groep van de heer Ronnie Brunswijk. Zo heeft de VHP continu altijd stappen gezet, dingen ondernomen, niet voor een bepaalde groep, maar voor die totale samenleving. Wanneer wij vandaag hier zien, de zaad is gepland door de voorzitter van de VHP, de heer Santokhi, om deze partij te transformeren naar die Broemtje Dari in 2020, in 2015,
En wij zien de vruchten van die Bromtejari vandaag hier aanwezig. En wij gaan door. We gaan door met die inzet. VHP is de partij voor de toekomst. VHP is de partij die inderdaad verantwoordelijkheid kan dragen. VHP is de partij inderdaad die voorspoed kan bieden. U ziet de ontwikkelingen in het land na 2020. We gaan steeds beter en beter en beter. Mensen, op 25 mei 2025 hebben we algemene verkiezingen. Het volk van Suriname kijkt naar de VHP. De VHP zal haar verantwoordelijkheid nemen. De VHP kent haar verantwoordelijkheid. Blijft u de VHP ondersteunen? Blijft u die kracht geven? Blijft u ondersteuning geven? Nogmaals, het is de partij voor de toekomst. Geen enkele partij in Suriname, geen enkele partij in Suriname is in staat vandaag aan de dag deze massa op de been te brengen. En look up je pas aange. Nana prakar ke cheez se aapko bhagayenge, cheez denge, batenge, lekin ek baat main kehta hoon. Maya to thagni bani, thagat phire sansar. Jo thag us thagni ko kahe, uski jai jaikar. To aapke paas agar log aayenge, nana prakar ke vaada aur cheez lekar ke aayenge, jo kuch mile aap sab le lena. Lekin bhaiyo, behno, dosto, parivar se ye baat zarur kehna ki agar hame vote dena hai is desh ke liye, aapke watan ke liye, aapke bhavishya ke liye, aapke aane wale peedhi ke liye, aapke aane wale buniyad ke liye, to hame apna vote dena hai VHP party ko, kyunki jo hamari sabhapati aaj president the, is desh ko hum inke haath mein rakhenge fir se ek baar, taki ab ki baar fir santo ki sarkar aaye aur desh mein jo kathinaiyan hai, nana prakar ke dukh hai, ye aapki taakat se aur aapki mehnat se ye dukh jo hai ise dur kar sake. To ye baat hum aapse nivedan karte hain, VHP poropiampon porosterastera poropapapapa poroibulang imu iku partei VHP nang kue nang aku ojo lali VHP dilarang gajak puniko, dilarang gajak. Stem up the VHP, stem up the VHP, name iedereen mee om op de VHP te stemmen. De VHP is de toekomst van Suriname. Dank u. Familie. We hebben ook naast onze Braziliaanse vrienden, onze Haitiaanse vrienden, hebben we ook onze Chinese broeder en zusters. En vandaag gaan we op het podium roepen een jonge Chinese man, een jonge Chinese heer die heel rustig rondloopt, maar vandaag DNA-lid is in de Oranje Partij. Laten we met een groot applaus oproepen. De heer Rui Wang. Ni hao ma. Strana abi kutu, strana abi kutu, strana abi diamanti, ai mi strana kondre. Rui Wang. Wina Wang. Ja, Wina Wang. We mogen beginnen om de voorzitter van de partij te groeten, president van de Republiek Suriname en First Lady, de Raad van Ministers, de DB-leden, de HB-leden, partijstructuren, de VHP'ers van alle districten, van alle etniciteit, van alle geloofsovertuigingen. Goedenavond! Ja, nou, Asakima, Asakima, goedenavond! Ja, ja. Voor degenen die me nog niet kennen, mijn naam is Wang, Rui Wang. 5 jaren terug had ik mijn eerste politieke toespraak hier op het podium gehouden. 5 jaren terug. Dus toen ik kwam, met Jean Massa, bijna mijn boven longen. Maar toen was ik nog groen toch. Ik was nog groen. En vandaag, 25 mei 2024, vanuit volle man, voor u. Sta ik weer hier. Maar mensen, al was ik toen weggerond. Al was ik toen weggerond, zet je. Al was ik toen weggerend. Maar ondermaat ik niet kwalijk, want ik was groen. En dat zie je ook. Mensen die groen zijn, rennen weg. Ja? Mensen die groen zijn, rennen weg. Maar vandaag
met de 5 jaren ervaring ben ik een beetje rijp geworden. Is het weer niet toch? Oranje. Oranje. Oranje is een kleur die volwassenheid toont. Oranje is een kleur die hoop toont. Oranje is een kleur die kracht toont. En vooral belangrijk, want oranje is een kleur die niet wegrent voor zijn verantwoordelijkheid. We staan hier. Wie is allemaal kos unu? We staan hier. We tekken kos kosi. Ja? DNA-leden worden ook uitgeschouwde mensen. Maar we tekken. Want we weten alle juiste beslissingen, alle juiste besluiten voor een duurzame ontwikkeling. Moet je een prijs voor betalen. En we tekken slag. Samen met de president. Maar ook omdat wij van de Oranje Partij zijn. Ook omdat wij van de Orange Movement zijn. Ook omdat wij van de Brumji Jari zijn. Ook omdat wij van de VHP zijn. De partij die ons hebben opgeleid. En ik ben trots. Ik ben trots dat ik deel ben van de Biggie familie VHP. We hebben gezien in de afgelopen 4 jaar hoeveel successen de regering heeft geboekt. Met zoveel moeilijkheden. Onder zo'n moeilijke toestand. We hadden de internationale crisis, we hadden de COVID-crisis, we hadden de oorlog Rusland-Oekraïne, we hadden de oorlog Midden-Oosten. We hadden, ik zie minister van EZT, we hadden te kampen met de vrachtkosten. Het was omlaag, een beetje omlaag, maar intussen is het weer omhoog. En daarnaast hebben we ook nog onze nationale crisis, schuldenvraagstuk, economische crisis, etcetera. Maar dan nog, desondanks, heeft deze regering successen geboekt. En het is makkelijk om te meten. Mensen, als ik gelijk heb, moet je yes schreeuwen. Ja? Nou, shocky man. Als ik gelijk heb, moeten jullie yes schreeuwen. Yes. Het is makkelijk om te meten. De salarissen worden toch betaald? De schuldenvraagstuk is toch onder controle? Inflatie is toch een beetje gedaald? Wisselkoers is toch stabiel? En we hebben toch een SRD-dekking van bijna 7 maanden? Thank you. Mensen, dames en heren, ik ben blij dat u vanavond hier bent. Dat wil zeggen, u heeft voor een leider gekozen die Suriname naar een next level kan brengen. U heeft een leider gekozen die hoop kan brengen voor Suriname. U heeft een leider gekozen die betere toekomst kan creëren voor Suriname. U heeft geen leider gekozen met een krappe mentaliteit. U heeft geen leider gekozen die schulden heeft achtergelaten. Miljoenen schulden. U heeft geen leider gekozen die Suriname kapot heeft achtergelaten. En u heeft ook geen leider gekozen die voortvluchtig is. Dames en heren, ik wil u dankzeggen. Mensen, jullie zien wat voor campagne wordt gevoerd tegen de VHP. Er wordt gezegd dat we niks hebben gedaan. Maar ik heb maar 4 minuten, dus ik ga kort houden. Ik ga alleen praten over productie. Dan moet ik mijn speakblaadje even nemen. Deze regering, onder leiding van onze voorzitter, heeft een heleboel fondsen gecreëerd om de productie te stimuleren. Dan hebben we Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agrobusiness, KMO-fonds, baby van minister Kultip Singh, Search-fonds, Productie-kredietfonds, Stichting-garantiefonds voor bedrijfskredieten, etcetera. Mensen, we zien een vooruitgang in Suriname. En dit is het moment. Mensen, dit is het moment om die vooruitgang door te brengen. Dit is het moment. Als we de geschiedenis kijken van Suriname, meneer Jokie had het net gezegd. We zien Suriname vooruitgaan en dan weer achteruit. Vooruitgaan, weer achteruit. Vooruitgaan, weer achteruit. Het is nu tijd dat Suriname moet blijven vooruitgaan. We moeten geen verkeerde keuzes meer maken. We moeten geen verkeerde leiders meer plaatsen. We moeten kiezen voor de VHP. Ik heb geen tijd meer, no? Ik rond af hoor. Suriname kan binnen 10 jaar misschien geen tweede Dubai worden. Maar Suriname kan binnen 10 jaar zeker nummer 1 worden van de regio. Onder leiding van deze president, mensen. En dit kan alleen als u, de president, de voorzitter, mandaat geeft. En als ik praat over mandaat, dan is het volledige mandaat. En dan afstand, volledige mandaat. Want niemand moet ons komen chanteren. Niemand moet eisen stellen alvorens ze iets gaan betekenen voor ons geliefd land Suriname. Mensen, ik ga afronden met een Chinese gezegde, mensen. Hangpa leidt zijn boek kous op. Simpai li ze ban chus. Letterlijk vertaald. Een afstand van 100 kilometer is de helft. Niet bij 50 kilometer.
maar bij 90 kilometer. Voorzitter, in electoraal jaar, voorzitter, volgens de Chinese filosofie bent u pas bij de helft van uw regeertermijn. Want het laatste jaar is het meest bepalend, meest beslissend jaar voor ons allemaal. Laten wij doorgaan met goede werk, laten wij onze mouwen opstropen en gezamenlijk mensen, gezamenlijk Suriname opbouwen tot een natie, tot een beter Suriname. Zou men Lucie Schulze, Tja Jokan. Dank u wel, met dank u kratangi. Ik ben Wang Minawang Winawang. VAP is in de bank. Yes, dat was onze eigen Wang. Onze jonge Chinese DNA lid. En dan volgt Sedri. Hoor. Ja mensen, is Saptaki een orange movement? Een partij, een movement biggie. En meer om in mijn tak over inclusiviteit. De man op gebruik moeilijk Nederlands woorden is comfort contact met mijn kwam fout. Inclusiviteit want ik in. Alla mij doe mee. En een president is hij. Ze zijn maar kostom. Amma tak alla mij moest doe mee. Hoe is voedsel pakken ook hoe je denkt. En de man die begreep een optie dat hij. De man meldde de aan en de man die de president Sheila werd groepen in de Rokko. En dat, mijn oma keer toen silang. Maar mijn kondig aan. Waar man van dek. Waar man die de actief in de werkgroepen. En dan man de tek en deel in doek samus doe voor akondre bovenuit. Omdat die chantak war setting. War, helemaal even. War is waiter. Oké, war setting. En dan man de samus zitten aan jou. En dan mijn kondig aan. Boekaman! Bring a band! President Chandrika Santokhi, Chakokhi Nusweet Sranam. Yes, ala Sranam Mekaru Fun Join Orange Movement. Deno deflasi, mika ala fasi, Sranam Apwi ala Fanoudu. Yes! So many men, so much you are broom chijari. Much you are broom chijari. And this time I can do a politics. And for Snigodoro, Megi Alasma, my only special, a president, ala the minister. Allah away saso met baro ala mala wash with body. Okay, buka mani. Da ga ik zo starten, want misrefi, kusa bahir. Misref na wa man. Mi las hoek tap aparte ja. Is dat zeide? Mi be kon tap eigen belang. Da mi san no seti, da mi edes pang, da mi kwe na me ja. Da mi tak ee, umpai mere. No so aai. Maar die miluku mip ching, miluku assistim, en miluku isa ube dekba, fusa me kupot de manja. Mi tak noma buka, no denki uwa. Yes, si tak tok de mawa duwa sangi a follow. Kong, ma faye duwa sangi wa follow, ok? Kong bige taki, ek ben hier voor het volk, om door mij naar u. Correct, si to brega de president. En mi de u, fusang, a voorzitter fu apartheid. Da mote ego atori. Mire tak futak langa follow via apartheid fusap sana auroko ateng a energy sa apartheid ja echago futa sana ngwa ontwekole. Okay, August was broken. Is that said? Nooit ontwekole stabila sana ngwa. Bayro katak nooit sana ontwekole orshi. Dus atori sa wogi August was broken. Mi no mit slaver nei. Mam kate guel sa mimiti. Mimit a passe. Isaf Fato, mimit scare up satellite sukuru. Ja, mimit brood met brug. Mimit na schoolse opvang. Mimit devaluatie. Mimit sakayo skafo, isap te sakawa ma skafo aromatak furo moro. Mimit asandato, une karne, ma walo skafo saka. Da misap tutaki, nangale sasa omitape, a volk tegen mij voor tegen a president dat ik tegen mij naar een IMF pakken. Dan tegen de tak, dat is pas bij de IWI.
Kam ik de paaien die kwaliteit. Tede paaien was aan hem de kwaliteit. Isabe, tede spaf paaien die stroom. Wat zullen we zien na toe drie gezinde in wat ofzo. En allemaal naar Europa. Isabe, maar de wat graag dat tede paaien zo'n tiri was stroom. Dat is nog sporen die gratis. Dat is de actie mee, dat is de actie die wat gaat. Dat volgt actie mee toe taki. Alle dingen actie die die de regering maakte, dat alle dingen actie dat we voor ons hadden. Dus deze afperstak de vader in de ziekenbed, die nog habitueel in een voorbij in de resi. Want de resi die hoek die deze. En dat volgt actie niet, en voorbij je verder aan dat ding. Oké. Dat volgt, neemt van bij alle richting, voorbij ofzo. Maar als je maar hebt gedaan aan wat jari voetbal weer ofzo, dat is er te ready. Want ik zal maar binnen zo afvallen, allemaal zal maar vallen. Maar wat ik zal lekker tegen, want ik ga vallen tot dat die afvallen dat jij Europa en allemaal aan ons. De massa knap wat aan mijn huisje van mijn Europa en de man ready te voor Europa. Aan dat zo afvallen moet je weten dat die zo niet zo goed wat door. Je tegen wat ofzo. Lobby dringa ozo, je tarai ma je tarai sa je tarai brada. Maar dat alanga, iko bigi je ko vita ki una wan jaja ma, una wan jaja uwa. Da iwan froisi. Ma ano on dat trobi dabe, ma on dat di vita ki uwa gomoro he. Dat me mi aksa folof ja, sa de ja sa oyere, sa nobe wan kunja, taki aparte wa liple wan jaja aparte. Die apartheid, 30 vieten, met de wang, stom. Maar tegen ons, hoe de motie, dat de man zegt dat hij, dat mij tot dat ozo, dat mij bevige, dat mij bevige en dat mij tot ding. Maar in ook aan talang als mij wat ozo, dat de juko kriju ozo, dat als mij ko tot ding in uw oudja te hobby. Dat de oehoes die apartheid, dat 30 vieten, met een voorzitter, wat tegen ozo. Thank you. Ja. Hoe gaan we begin aan? Ja. Want de boodschap was duidelijk. En na een mobilisatie in een startbaan. En ze hebben dat in een mobilisatie allemaal de reddingbaan. Maar dan laat ik het Felicia om de volgende spreker aan te kondigen. Dank u wel, collega Cedric. Was de volgende spreker. Hij is een geboren Nigeriaan en heeft duidelijk gezegd, ik moet hem aangeven dat hij van paradijs is. Dus hij komt van paradijs en zijn een van zijn streven is ook om samen met de leider van dit land ook tot een paradijs te maken. Hij is ondervoorzitter van de VHP. Daarnaast geeft hij ook medeleiding aan de Nationale Assemblée. Hij is daar de ondervoorzitter en hij mag niet altijd debatteren. En dan zie je gewoon aan hem dat hij een beetje boos wordt wanneer hij niet mag debatteren. Want vanwege zijn functie mag hij niet altijd debatteren. Maar wanneer hij het woord krijgt om te debatteren, dan zijn het altijd pittige antwoorden die u van hem mag verwachten en vragen die hij allemaal stelt. Het is niemand minder dan onze enige Paramaribo! Wie is hij? Dewan Chandra? Dewan Chandra Bos Dev Sharman! Dr. Dev Sharman, is dat signaal van jullie? Ja, je mag een party van staat met lekker chalo. Er is geen enkel taal dat hij niet verstaat of die kan praten. Hij kan ook zelf Chinees praten. Dat horen we van hem. Jai Jai Sarnam, Jai Jai VHPO. Laat me u allen eerst groeten in de voorlinie, in de voorhoede, de president, onze voorzitter, het middenveld, de achterhoede, maar eigenlijk altijd de achterhoede, maar belangrijker.
En ik ben blij en trots met de grote opkomst. En ik moet aangeven dat alle de man die betwijfelt, twijfelt, Sana VHP, PVHP, de Megokokies, de Recevi, Sao Pojaso. Een massa aan mensen. En ik ben niet zo goed in het inschatten van het publiek, maar Sama Shijaso nog maar 10, 15.000 zeker. Voorzitter van de partij, meneer Santoki. Het is 1 jaar voor de verkiezing. En we gaan u wijzen dat over 1 jaar deze massa hier 2 maal, 3 maal, 4 maal groter wordt. Eigenlijk Owina verkiezingbaar. Owina verkiezingbaar. Als dit het start zijn is, Owina verkiezingbaar. Dames en heren, laat mij aangeven dat voor Chawan Kondre, voor Chawan Partij, is erg belangrijk goed bestuur. En meneer Jong heeft het gezegd, inspanningen van de partij vanaf 1948, algemeen kiesrecht. Maar die 75 jaar geduurd, 2023, dat we landelijke evenredigheid hebben gehad, ook inclusiviteit, dat alles ding abas strefwaarde. One person, one vote, one value. Ik word, ik was, ik hak, ik inject, sab koi ke, parabar sab koi ke. Ik tumhara VHP aapke liye laya. En het is erg belangrijk, omdat u moet weten dat hierdoor uw partij alleen groter gaat worden. Want al die stemmen die we in het verleden hebben vergaard, die waren verloren stemmen omdat het geen zetel opleverde in het district. Nu zal het wel bijdragen. Bestuur. Twee zaken zijn belangrijk. Het besturen en de bestuurder zelf. Om te kunnen besturen, moeten we wetten hebben. En in de Nationale Assemblée zijn we bezig allerlei wetten in place te brengen om het land goed te kunnen regeren. Denk maar aan het feit dat wij, deze regering, de anticorruptiewet heeft kunnen operationaliseren. We zijn bezig met de wet op openbare aanbestedingen, terrorismefinanciering, money laundering, CARCOM, allerlei dingen doen in het kader van transparantie om het land op een zinvolle, waardige, volwassen wijze te kunnen regeren. Dat doet deze partij. Maar wat daarbij ook belangrijk is, de bestuurder zelf. Wie zet je in de driver's seat om het land te leiden? En dan moet je geen mensen hebben die grammakers zijn. Het is nu tijd voor mensen met kwaliteiten, competenties en capaciteiten. Mensen met durf en moed. Mensen met daadkracht. Mensen die weten op de juiste mensen de juiste beslissingen te nemen om het land te leiden. Ating fu haladeng puyri man, wiri man, ogri man, lowe man, na alasotra man, absakba. Wij moeten gaan kiezen voor integere leiders. En weet u wat de VHP ook gedaan heeft? De VHP heeft een grondwetswijziging ingediend. Dat als je een strafblad hebt, dat je niet in de politieke top mag komen. Je mag geen president worden, geen vicepresident, geen minister, geen assembleelid, geen districtscommissaris. Karkom, ik vroeg u pagran nak amaragi batak ya van vonos. Daim chala im haradam. Dat mag niet vallen. Daim haradam. Dat wil zeggen, en dat doet de VHP. Wij kijken niet alleen naar anderen. We zeggen nee, je moet zuivere mensen in het bestuur hebben die met goede intenties en een goede inborst het land moeten gaan leiden. En in dat noatra jari in Finaman. De enige jari PFN in soort mandat naar de kwaliteit, na jaso, abroki jari fustrana bij de VHP. Dames en heren, ik heb weinig tijd. Maar de aanzet die we vandaag hebben gegeven, de zekerheid die de massa vandaag demonstreert, de oproep van Boekaman voor 30 zetels, laat dat in u gaan leven. Dat elke VHP'er tot een commitment maakt, dat u moet verstaan dat u allemaal chief verantwoord toe voor Tjara Kondre toe. Voor Trontiri Man Ina Kondre, voor Tjara Kondre, dat man vast die viti. En ik wil speciaal een oproep doen aan de mensen van ons achterland. Hoe die zijn bij voor die paliwini, hoe alle kon de voor de lieve voor Samaka. Want daar kino, want daar kino, mijn eigen kan nu. Al die Saramakaanse broeders en zusters, ik roep je op om verantwoordelijkheid te nemen. Maar kan niet hoe zat jij die konde, die tofo, die tocho, die katibo, die pina, want daar kino. Maar kan niet hoe zat jij die konde.
Met ons allen zullen we het land moeten gaan redden. Met in de leiding meneer Santokhi en alle andere prominenten van de partij die een stukje verantwoordelijkheid hebben. Mag ik u dankzeggen, maar mag ik u oproepen om verantwoordelijkheid te nemen om naar die 30 zetels te gaan. Dank u. Dat was onze enige Deel Sharman uit Paramaribo. En we gaan naar de volgende spreker. Cedric, we hebben gezegd, we hebben Brazilianen onder ons. We hebben Haitianen onder ons. We hebben Chinezen onder ons. Kokker ala den ding. Allemaal hebben we. Je kent hem als een kalme man. Heel rustig en relax. Wie bedoel ik? Hij is een jonge minister namens de Oranje Partij. Heel rustige man. Noem zijn naam. We gaan zijn voornaam noemen. Marciano. Wie weet welke Marciano? Hoe heet hij nog meer? Marciano? Marciano Tassai. Marciano Tassai. Bring hem in. Applaus voor Marciano Tassai. Jonge Javaanse minister in de Oranje Partij. Onze enige Javaanse rustige minister in de Oranje Partij. Marciano Tassai. Dankjewel MC. De voorzitter, tevens president van de Republiek Suriname, Chandrika Persat Santokhi, First Lady, minister, collega ministers, DNA-leden, bestuur VHP, de Orange Movement, dames en heren, goedenavond, Faitang, Ram Ram Namaste, Sedulur Jawa Pribon Kabare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Angasa Orange Movement, kijk om u heen. Kijk naar links, kijk naar rechts. U ziet het. VHP, Namorot, Bigi, divers partij naar Heer Stranang. We zitten met inheemsten, we zitten met Javanen, Hindoestanen, Brazilianen, Haitianen. Zeg het maar. Laat mij horen, we zijn de grootste diverse partij in Suriname, dames en heren. Laat me dat horen. Behalve dat Uno divers, Uno, ook toe, de VHP Orange Movement, Namoro Biggie Partij. En dat kunt u hier zien. We zijn de grootste partij in Suriname en we gaan de meeste zetels binnenhalen. Maar broeders en zusters, zoals u weet, ik heb het al gezegd in Nikeri, ik heb het gezegd in Wanika. De VHP, de Orange Movement, zonder deze partij gaat u verdwalen. De VHP is de Google Map van Suriname, omdat wij in feite het pad naar ontwikkeling hebben uitgestippeld. Google Map, VHP, is voor u een soort stap om te kijken naar ontwikkeling dat die. VHP, calculeerbaar. VHP heeft al uitgestippeld welke route het best is en snelst is om te komen tot die welvarende land, tot die welvarende economie die wij nodig hebben. En we zijn er nog niet hoe dit op afpassie. Dus waarom zou u kiezen voor iets anders terwijl het al zeker is dat de Orange Movement u daar zal brengen? Wij zijn hier als Surinamers voor Suriname, maar wij, de Orange Movement, de regering onder leiding van Chandrika Persat Santokhi. Wij doen het voor de generatie die komt na ons. De generatie die volgt. Heel binnenkort komt er een nieuwe generatie van de schoolbanken. Op dit moment zijn er ongeveer 200.000 leerlingen op de schoolbanken. En elk jaar komen tientallen duizenden van deze leerlingen met een diploma in hun zak op de markt. Komend jaar 2025 zullen 40.205 nieuwe mensen, jonge mensen gaan stemmen. En al deze mensen kunnen schrijven, kunnen lezen en natuurlijk kunnen nadenken. Het is heel belangrijk dat u weet het al. Binnenkort hebben we oil en gas.
Binnenkort hebben we oil and gas en de eerste productie start in 2028. Maar weet u wat? Die oil and gas heeft geen zin als wij als land onder water lopen. Die oil and gas heeft geen zin. U ziet het, hoe bij klimaatsverandering. Als aan we drie om een moem, nono de alleen en kom. En op zin, if we hebben oil and gas, dan we sumo lekondre. En op zin, if we hebben oil and gas, maar dan we kot alle boezies aan Sranam abie. Want dat na eigenlijk, dat na een waarde voor Sranam. Uno na ab kondre na een moro bigi boezie na heer grondtapu. En dat moeten wij beschermen. En daarom heeft deze regering in 2020 een speciale ministerie opgezet. Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. En het belangrijkste is dat we moeten beseffen dat oil en gas ikba, maar uno busi aan ikba. Wij als regering hebben plannen gemaakt. We zijn bezig met een groene ontwikkelingsplan om ervoor te zorgen dat Suriname binnenkort uit onze bossen kan verdienen. Alla de tragudu kondre, de man klaar de busi. De man na busi. En het werd tijd dat ze ons Suriname daarvoor betalen. En binnenkort, we verdienen uit Amoro Trangasafkunu. En dat zijn onze bossen. En daarom is het heel belangrijk, like Famitaki. De weg is al uitgestippeld. Deze regering heeft beleid gemaakt voor wat betreft behoud en bescherming van onze natuur. En dit kunnen we niet alleen doen. Dit moeten we samen doen met jullie. Met Suriname. Want Sranang na moro, moro mooi en moro sweetie kondre voor heer Grondtapu. Ja of nee? Dames en heren, ja of nee? Ik wil hiermee besluiten. Het is een woelige periode geweest, maar er zijn genoeg bewezen dat deze regering heeft gewerkt. Meneer Wang heeft het al genoemd. Er is stabilisatie, er is verbetering in de economie. We gaan niet voor korte termijn doelen, we gaan voor lange termijn doelen. Dus VHP, we moeten door. We moeten door, dames en heren. Zeg het met me mee. VHP moet? Door. VHP moet? Door. Dat namang. VHP, voor ons dulur, Jowo, ATW perlu maju terus. VHP Wegodoro, VHP Sindabad. Dank u wel. Dat was onze eigen minister, Marciano Dasai. Dames en heren, laten we even met de man himself vandaag praten. De vader van de Oranje-familie. En dat is de president. President, voelt u die warmte van die familie? Hij voelt die orange warmte. Hij voelt die orange warmte. Straks gaat hij u tonen hoe hij die orange warmte voelt. Dames en heren, we gaan naar onze volgende spreker. En dat is niemand minder dan de man van Wanica. Hij is de coördinator van Wanica. En tevens is hij de fractieleider in onze DNA. De man die soms heel streng naar ons toe kan zijn. Maar als hij dat niet is, toch? Verliest hij de leidraad. Laat hem binnenhalen. De fractieleider van de coalitie in DNA, maar ook de ondervoorzitter van de VHP, de heer Aziz Kumar Gayadin, de co-ordinator van Wanica. Hij heeft het niet altijd makkelijk in DNA, maar hij doet zijn werk heel goed daar. Meneer Gayadin, alsjeblieft. Goedenavond mensen, president, alle protocol in acht nemend. We laten maar Boskopo moest komen. Boskopo, voorzitter van partij, ik kom. Maar Brarassa, allereerst moeten we de totale Surinaamse samenleving en de achterban van de VHP uit alle gelederen, waar dan ook, die hier aanwezig is, hartelijk dankzeggen dat hij gevolg heeft gegeven aan onze start van onze verkiezingscampagne vandaag. Applaus voor u allen.
De VAP aan Ning Etakikba, de vooruitstrevende hervormingspartij. En wij hebben, zoals eerdere sprekers gezegd hebben hier, elke keer die hervormingen, die vooruitgang gebracht in dit land. En uno one tak alalisa uchara vooruitgang als hij go achteruit bakken. Dat maakt wat jouw Bosco Mukotide. Prarasa in 2020, wie Chara Bosco Pukong die volk en haar volk te kwam besluit. En bijna 110.000 voor de sma stemt op VHP. Wat brievi met de en hoe roko tapasani. Ondanks de probleem zou we hebben, of na COVID, of na wereld, a oorlog naar Oekraïne, karkom, a schulden last in a kondre, maar wie betaki zou beshi in a kondre in 2020, de armen werden armer. De rijken werden armer. Wij moesten ommekeer brengen. We zagen dat inflatie in dit land in de orde van 60% ging. We hebben beleid moeten maken in de afgelopen 4 jaar om het terug te brengen. Hij is nu richting onder de 15. 4 maal minder mensen. Wie ziet dat aan koers? Bij dit meteen dat hij bijna 20. Wie ziet dat aan koers? Uno bij mijn oren dat 20. Maar aan koers kreeg 1,5 maal meer. Maar desondanks, u alles maar sabi dat de lonen notang tap 1,5 maal, maar absade 2 maal. Wie tja verbiedrinken, maar nog dit apete. Wat wij willen is dat wij niet in die falla frudu van de historie van Suriname geraken. Wij willen verbetering brengen. En daarvoor heb je sterke leiders nodig. Daarvoor heb je standvastige leiders. Daarvoor heb je integere leiders nodig. En ja, na jari van de betrekking abrupt jari asante. En wie ook chara change kom. Wij willen dat de armen rijker worden. Wij willen dat de rijken rijker worden. Want zonder de rijken zullen de armen ook niet verder ontwikkelen. Wij kunnen dit alles bereiken in dit land. Wanneer u die verantwoordelijkheid als samenleving zij u soort jatide om tjarengo waka. Het is de start van onze verkiezingscampagne, mensen, en als start we tjarengo naar langa. Voor dit jaar gaan we naar het volk, de voorjari uroko in het parlement, de regering uroko, maar nu we gaan naar volk. En we takken, we communiceren naar het volk. En de probleem staat in de samenleving. Of een groot probleem, om los op groot probleem, president. Als het met een ander beleid moet, dan gaan we het aanpakken. Als een sociaal beleid zwakte steun, president. Wij vragen, laten we aanpassingen brengen in het sociaal beleid. VHP, nou een partij, heeft een cultuur van samenwerken. Wij hebben een cultuur, wij kunnen met politieke partijen samenwerken. Maar dat heeft ons in deze afgelopen 4 jaren gekost. Ja, het heeft onze imago gekost. Het heeft onze imago geschaad. Wij weten dat in de afgelopen 4 jaren wij ondanks willen en wouden samenwerken met andere politieke partijen. Ze hebben ons geschaad, ja. En hierop zeggen wij, samenleving Suriname, die verantwoordelijkheid is in uw handen nu. Wanneer wij opstaan, vanaf morgen, die 108 of 110.000 mensen zich bundelen en ervoor zorgen dat we elk stem dat uitgebracht was, aan stemmer bijhalen, kunnen we met die 220 stemmen, heer Sharman, niet die 30, meneer Boekaman, niet die 30, maar kunnen zorgen voor die 34 zetel, dat we niet afhankelijk zijn van niemand in dit land en dat we voor die ontwikkeling kunnen zorgen. En, maar we hebben een cultuur. Wie net tak was wat 34 zetel, uno ma otira kondre, u kan tek man,
maar de man om storoenu. Om voor boembeleid. En dat gaan we doen. Samen met u, VAP, VAP'ers, Kondremang, Sranamang, Mekarukong, Kobondru, Kosorgo, Taka 34 zetel, bereik die VAP en Wikachara ontwikkeling die Mama Sranang, Grantangi, VAP, Jindaba. Meneer Gayadin, meneer Aziz Kumar Gayadin. Als de volgende spreker. We voelen natuurlijk heel erg trots en daarom zit u mee samen met collega Harriet Ramdin om haar vanavond hier aan te kondigen. Ze is echt een Iron Lady. Ze heeft iemand hier in Paramaribo verslagen. En we zijn allemaal super trots op haar. En ze geeft leiding aan één van de meest belangrijke ministeries van dit land. En ze doet haar werk heel goed. En zij is, ja, zij is uw coördinator in Paramaribo. En samen met haar gaan wij werken voor de 34 zetels voor de VHB. Mag ik haar aankondigen? Breng haar in. Niemand anders dan onze eigen Mathura Krishna. Krishna. De lady, de Iron Lady van de partij. Mag ik een applaus voor mevrouw Mathura? De vrouw die voor niemand en niets bang is. Niet voor in het politiekorps, niet in het leger. Ik hoor die applaus niet. Mag ik een hard applaus voor deze Iron Lady voor vanavond? We zijn allemaal Surinamers. Iedereen, maakt nu uit van waar we komen, wie we zijn, hoe we eruit zien. We zijn allemaal Surinamers, broeders en zusters. En we hebben één doel. Eén doel. En dat is elke Surinamer zorgen dat hij of zij gelukkig is. Ik groet iedereen. De voorzitter en echtgenoten. Alle partijstructuren, alle partijgenoten en alle landgenoten. Van harte goedenavond. En u bent vandaag hier van overal, van Sipaliwini tot Nikeri, tot Paramaribo, Kamuwijnen, Marowijnen. Alle districten, alle wijken bent u hier om de start te geven van onze campagne. En dat doet u om één reden. U doet het om één reden. Je abribi in een partij, ja. Je lasbribi. Je hebt nog steeds vertrouwen in de VHP. In de leiding van de VHP. In de idealen van de partij. In de structuren van de partij. In de kennis en kunde van de partij. In de discipline van de partij. In de vooruitgang van de partij. In de vooruitstrevendheid van de partij. Daar heeft u vertrouwen in. En ik ben u bijzonder dankbaar dat u dat vertrouwen heeft. Want de afgelopen 4 jaren zijn niet makkelijk geweest. U heeft heel veel tegenslagen gehad. Niet u alleen, wij allemaal als Suriname. Verdriet, onzekerheid. U heeft minder kunnen kopen. Zoveel tegenslagen. Maar ondanks deze tegenslagen bent u vandaag hier aanwezig. Ook de mensen die op straat zijn, zijn aanwezig. En dat geeft aan dat u Suriname ontwikkeld wil hebben. U wil Suriname ontwikkeld hebben. U wilt voortgaan. De basis die wij als partij van de economie, de basis van de economie die wij geregeld hebben. Hoe zit dat basis? Maar de rest moet nog komen. En u kijkt uit naar de VHB om de rest ook te regelen, om de rest ook te ontwikkelen, want dat moet komen. En we gaan niet stoppen als partij, we gaan niet stilzitten, we gaan door en we gaan hard werken, met z'n allen, iedereen.
gaan we hard werken om dit land tot ontwikkeling te brengen. En ik roep iedereen ook op om verantwoordelijkheid te nemen. Niet te klagen, maar verantwoordelijkheid te nemen. Want u klaagt niet, u bent hier en u gaat actief een bijdrage leveren het komend jaar om verder te gaan. VHP gaat door. Laten we ook, nu we de basis hebben geregeld, geen ruimte geven aan geen enkele partij om de basis kapot te maken. Geen enkele partij moeten we de ruimte geven om deze basis van die economie kapot te maken zoals in het verleden zij dat hebben gedaan. Wij moeten de handen in elkaar slaan, eenheid vormen en samen optrekken dit jaar om door te gaan en weer de overwinning binnen te halen, omdat er nog werk verzet moet worden. Werk verzet, en dan wil ik iedereen ook vragen, alle VHP'ers wil ik bedanken vandaag voor hun geduld, voor offers die zij hebben gebracht, maar ook dat ze vandaag zoveel mensen van heinde en verre hebben gebracht. Dank u wel voor het werk dat u heeft verzet. En hier ligt de power van de partij. Dit is de kracht van de VHP. En deze kracht, ja, moeten we vasthouden en verder uitwerken. Een speciale oproep ook aan vrouwen. VHP is de partij die aan vrouwen de ruimte heeft gegeven om carrière te maken. Ik ben er één van. Maar zijn vrouwen meer vrouwelijke ministers? Er zijn DNA-leden, er zijn voorzitter en leden van de staatsraad, districtscommissarissen, DNA-leden. Zoveel vrouwen hebben ruimte gehad binnen de VHP. En ik wil vandaag alle vrouwen oproepen om binnen de VHP hun rol op te pakken en hun rol op te nemen en de VHP te versterken. En de overwinning binnen te halen en bij te dragen aan hun eigen ontwikkeling. Maar het zijn die vrouwen die het meest hebben geleden onder de crisis. En laat u dit niet overkomen. Laat u als vrouwen de handen in elkaar slaan. Mag ik de vrouwen horen? Mag ik de vrouwen horen? Precies, alle vrouwen moeten bijdragen en verantwoordelijkheid nemen. En als laatste mensen, ik zal Mathura niet heten als ik niet zeg over veiligheid. Geen land kan je ontwikkelen zonder veiligheid. We hebben enorme potenties als samenleving. We gaan dit alleen kunnen ontwikkelen als we veiligheid op orde hebben. En veiligheid hebben we niet bij ons als ministerie, maar wij als VHP hebben veiligheid nooit en te nimmer losgelaten. De voorzitter heeft ook de verantwoordelijkheid genomen voor veiligheid. En wij van het ministerie van Defensie zullen alles doen en alles in het werk stellen om die veiligheid terug te brengen. Elke dag surveilleren. En ook bij een nieuw regeertermijn in 2025 zullen we veiligheid, prioriteit, hele hoge prioriteit krijgen in ons beleid. Dus ik roep iedereen op om de VHP te blijven ondersteunen, door te gaan met het werk dit jaar en samen dit land te ontwikkelen. Zodat wij een van de beste landen worden in deze regio. En dat kunnen we. En dat is ons geloof en dat is ook de potentie die we hebben. Want VHP heeft kennis, kunde, daadkracht, ja, en de vooruitstrevendheid en hard werken om dit land tot ontwikkeling te brengen. Leven de VHP! Leven Suriname! Leven de VHP! Leven Suriname! JJ Suriname! Omdat dit over Krishna Mathura vorige verkiezing,
Dus aan of Jezus, allemaal bij Marieke, dat is onmogelijk. Een vrouw van de VHP heeft toen die zogenaamd sterke verslagen. Maar ik een tafel een applaus voor mevrouw Matura. Zo, wat zie je nou? Dan moet je eventjes, want dit is je instrument. Dan ben je ready, dan ben je naar een fight, ik kom je mee bakken. Maar in Marieke, dat is het. Als je me kijkt, dan ben je mijn Biden toch? So that is the thing I do, Daddy. Mess with me if you make your man buy my bike and talk, no so? So! Ben! Mess is the go better than Igba. And what I give you a hand on the king. The white person of Jesus. What you mean? The orange movement got me. We're quick. So check the beginning. Yes, man, sir. If you make your man buy my invite and talk, no so? You probably in the throne. And what's in up? What if they make a lot of money by my long way bank? The long way bank? That if come out, what drama have you got setting? My artist make a book of my taki if you make your man buy my Biden dog. Oh! Calling for Matt and Bart. Original. Die make a man even if they look so bad, Chiso. Man, who are the Amana Masai Dream Matter? We hebben het over Madan Bart Sai. Zo. De calas al serio su Juan Sandino mano musu e fi un ilo tre ipsa capuso Mariana fusu Mariana fusu alla sandi beta e volu su vecchio guato nitro o vendu su hey passi fresco na te qui lingua sala e su uste alla sandi sei con il tuo su comando lo che pagai puro ora io tec ete on da bacara do cara bigi manco ta pastici sta meta che to va ti va all right. Yeah. Mafia, mafia. Hey, le pasa no ye. Yeah, le pasa no ye. Chane tu apine a mi wa sabe. A mi wa sabe. Yeah, le pasa no ye. Le pasa no ye. Le pasa no ye. Hotel tu le ye. Ta kala te ye. Yo se llama. Hey, enjoy me life. Sabe que supo como así de mai mina star es mi quiero enjoy me life. Ate mi ya ni bo. Batman pedía babo que vigo, pía la mamá ya en el visito, el chance a mi si a la mi piso, dar a mi patria na so vigo, bueno vete que peace and love, we make money so they fight and fuck, hey man a mi chapla con la glock, le cala flecar, yeah, how the fair, yo no. Yo no. Oh, that's it, Chase, oh, that's it, Chase. Make your money go up for stability. Living in a bit of money.
zei voor jou, kara, big man, kota ma voor jou. Kara, mag je niet versnellen. Alright, yes, yeah, for Samson, me and I together, no time to lose. That one, Taki, me want you another frog, I want to know that. So, Nikali, Koroni, Sanamaka, Udena, Presito. Sam, no, no. I hear Orange Family, I'm not taking you, know. Orange Family, yeah. Me want you another frog, I want to know. What kind of big man, I say no. Me want you another frog, I want to know. Another frog, I want. Alamala, Alamala. Me want you all as my open door, all as my open temple, all as my open door, all as my key. And I bring on them now, Ben. What you are going to say? All as my papa can say, oh, for temple. For the outcome, the king fan. Sure. Tashina de Mambeleni. Mani de Mambe Kapai, Mani no go paye. Suma frigo se tasko de aske ke na China. Chan! Ya suma mustraya kodre kodoro. And we ask you one down for an applause. Gi a forsetter. Father Fee Happy. Chandrika Persat. Santoki. Daarom zat Saiko Taki, succes is een must. So, president, the floor is yours. Thank you, 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 thank you. Welcome, welcome alle Surinamers. Welcome alle VAP'ers. Welcome alle vrienden. Welcome sympathisanten. Welcome. Hier in ons partijcentrum. Ja, u heeft laten zien, ja, vandaag. Dat er maar één partij is in het land. Die zo'n grote aanhang op been kan brengen. Van heinde en verre bent u gekomen. Om de steun te geven aan die partij. Om te laten zien. Die VHP, die was er, die VHP, die is er en die VHP, die zal er altijd blijven bestaan. Namaskar, Ram Ram Radabers, Kuneti, de amigo, boa noche, bonsoir.
En zo zit hier hoeveel talen je moet groeten om die grote VAP-familie welkom te heten. Lobby Brada Massisa, voorafgaand aan deze grote bijeenkomst, hebben we heel wat bijeenkomsten gehad afgelopen weken, afgelopen maanden. In de resorten, in de districten, met verschillende structuren. En we hebben opwarmingsbijeenkomsten gehad. En we hebben geweldige bijeenkomsten gehad in Nikeri. En we hebben ook geluisterd naar de noden van Nikeri. En Nikeri is vandaag ook hier massaal aanwezig. En ik weet dat er nog een probleem speelt in Nikeri. Dat van de boeren, dat van de kittiers, dat jullie compensatie moeten krijgen. En ik bevestig vandaag nogmaals, jullie gaan je compensatie krijgen. Jullie gaan het krijgen. De minister van LVV en Financiën zijn bezig de finale handeling te verrekenen en na te gaan hoe we dat allemaal gaan betalen. We zijn naar Wanica gegaan, grote bijeenkomst. En daar hebben we ook geluisterd naar de verschillende sprekers. Maar ook de noden van het volk. De noden van de districtsbewoners in Wanica. Mijn mensen, één ding is duidelijk. Wanica heeft nog veel problemen als het gaat om grond. Dat was de rode draad dat Wanica nog grondproblemen heeft. En we hebben al vele maatregelen getroffen om al deze problemen op te lossen. En ik heb bilaterale afspraken gemaakt met de minister. Met de vicepresident heb ik donderdag hierover ook gesproken. Eén ding kan ik u wel zeggen. Er komt een drastische wijziging van grondbeleid vanuit het ministerie van GWB. En binnenkort gaat u daarover meer informatie krijgen. Zodat al uw problemen opgelost gaan worden. Voor 31 december van dit jaar moeten alle grondproblemen zijn opgelost van jullie. We zijn naar Kommerwijnen gegaan. Grote bijeenkomst, jongere bijeenkomst, structuren bijeenkomst, massameetings. En ook daar hebben we geluisterd naar de verschillende problemen. Het grootste probleem, drinkwaterprobleem. In de verschillende wijken. Rechteroever van Kommerwijnen. Ja, dat probleem hebben we besproken binnen de regering. Maar Kommerwijnen heeft van deze regering een van de modernste drinkwaterfaciliteit gekregen. En die faciliteit heeft voldoende capaciteit om voor heel Kommerwijnen en zelfs een deel van westelijk deel van Marowijnen van water te voorzien. Wat wij moeten doen als regering, en die begroting is al klaargezet, zorg dragen dat het water komt in die wijken in Alkmaar, in Tamaregio, in Marienburg en Rechteroever. En we gaan dat ook realiseren. We hebben ook in Paramaribo vergaderd met de structuren. En daar hebben we ook geluisterd naar de verschillende noden. En het vraagstuk van veiligheid speelt bij ondernemers. De minister van Defensie heeft al gezegd. Daarom hebben we als regering beslist dat er intensieve samenwerking komt tussen leger en politie. Dat er gezamenlijke eenheden er zijn. En vanuit het kabinet van de president wordt het veiligheidsbeleid gecoördineerd. Maar één ding kan ik u zeggen. U merkt dat de criminaliteit geleidelijk aan afneemt. Maar er is nog een criminele haard. En de opdracht is al gegeven om stuk voor stuk al deze elementen van de criminele haard in te rekenen. En wij als partij, wij als regering gaan niet rusten totdat de laatste crimineel, de geweldscrimineel opgepakt is en achter slot en grendel geplaatst is. En daarvoor gaan we ons inzetten. Bij de mensen, het is een verkiezingsjaar dat wij vanaf vandaag binnentreden. 25 mei 2024
is een launch van, ook van onze campagne. Maar ook een datum waar we terugkijken naar die 4 jaren van ons bestuur, na die verkiezing van 25 mei 2020. En we hebben al veel informatie gehad, de uitdagingen gehoord, de oplossingen gehoord, de resultaten vernomen. En vandaag staan we hier en ik ga vandaag een paar vragen die bij u allemaal gespeeld hebben afgelopen 4 jaren hier beantwoorden. En als president, als je op die stoel zit, dan zie je de daadwerkelijke uitdagingen, de daadwerkelijke mogelijkheden, maar ook namelijk hoe ernstig de problemen zijn. En wij hebben slechts 1 ding beslist. We gaan die problemen van die Surinamers oplossen. We gaan de problemen van het land oplossen. Of het nou een financieel probleem is, we gaan het oplossen. Of het een economisch probleem is, we gaan het oplossen. Als het een schuldenprobleem is, we gaan het oplossen. Als het een koersprobleem is, we gaan het oplossen. Als het een inflatieprobleem is, we gaan het oplossen. Als het een probleem is van gezondheid, we gaan het oplossen. Als het een veiligheidsprobleem is, we gaan het oplossen. En we zijn begonnen maatregelen te treffen, zware maatregelen, die pijnlijk overkomen, die zorgen voor wat onrust, die zorgen ook voor druk, die zorgen soms voor protesten, waarnaar we luisteren, die zorgen ook voor kritiek. Maar 1 ding hebben wij beslist. Als president, als regering, zitten we daar niet om populair te worden. 1 ding hebben we beslist. Als we daar zitten, zitten we niet daar om populistische maatregelen te treffen. 1 ding hebben we beslist. Als we daar zitten, zitten we niet daar om met geld te strooien. Als we daar zitten, dan lossen we de problemen duurzaam op voor jullie kinderen en voor je kleinkinderen. Daarvoor zitten wij daar zo. En ik heb veel mensen gehad afgelopen tijd op het kabinet, in partijcentrum, om naar hun problemen te luisteren. De problemen die ze voor me gebracht hebben. En van velen heb ik deze vraag gehoord. President, hoe doet u het? Men scheldt u uit. Men levert kritiek. Hoe doet u het? Hoe gaat u ermee om? Wel, die vraag heb ik vandaag hier voor jullie beantwoorden. Ja. We hebben zware momenten gehad. We hebben momenten van 17 februari gehad vorig jaar. Met bijna totale vernietiging van ons binnenstad. We hebben ernstige incidenten gehad, de Pikisaro. We hebben demonstraties gehad, ja. Maar 1 ding hebben we vastgehouden. Dat is onze koers van wederopbouw. Onze koers van herschikking. Onze koers van herstel. Dat pad van herstel hebben we nimmer verlaten. En hoe ga ik om met die kritiek? Hoe ga ik om met de druk? Zolang je een grote aanhang hebt, zolang je een breed mandaat hebt, zolang jullie het beleid ondersteunen, zolang jullie de president ondersteunen, ga ik door. Ga ik door. En dat is die kracht. Dat is die kracht die jullie vandaag laten zien. Vandaag, president, hoe we hebben moeilijk, maar niet zien we de lichtpunten. Gaat u door. Gaat u door, we gaan door, DJ we gaan door, we gaan door. Gehoord van de vorige sprekers, maar al die problemen die ik net genoemd heb, die zijn stuk voor stuk opgelost. En nu zien we de spin-off van die oplossing,
Want als we financiële en economische stabiliteit bereikt hebben, dan werkt het door. Dan werkt het door naar de financiële wereld. Dan werkt het door naar de samenleving. Dan werkt het door naar de investeerder die zich aandienen. En ik heb al gezegd, vandaag tijdens de persconferentie, dat ik vorige week gesproken heb met de bankdirecteuren. Een heel goed gesprek, waarbij ik een beroep gedaan heb op de banken om ondersteunend te zijn om deze financiële stabiliteit te behouden en waar mogelijk ook te versterken. Maar ook heb ik een beroep gedaan op die banken dat die rente voor de burgers, de rente die jullie betalen voor leningen, voor hypotheek nog te hoog is. En direct na onze bespreking hebben twee banken direct beslist. Ze hebben een hypotheekrente van 30% teruggebracht naar 12% voor jullie allemaal, zodat jullie goedkoop kapitaal kunnen lenen. Gisteren ook op basis van het beroep wat ik gedaan heb op verschillende banken, laat de burger, laat de binnenlandsbewoners, laat de mensen van Apura, laat de mensen van de woonwijken, laat die marktverkopers, laat die buschauffeur, laat die ijsverkoper ook een bankrekening krijgen bij jullie. Want ze zijn tot nog toe uitgesloten van een bankrekening. En gisteren heeft één bank al bekendgemaakt. En ja, ik ga die naam noemen. En als banken goede dingen doen, mag je hun naam noemen. Dat is de Finabank. De Finabank heeft bekendgemaakt, alleen met uw ID-kaart. Alleen met uw ID-kaart kunt u een bankaccount gaan openen daar zo. Als wij dat bereikt hebben, hebben alle burgers een bankaccount. Kunnen we het sociaal programma beter uitvoeren voor de burgers. Kunnen we die gelden storten op de rekening van die burgers. Dat is wat ik bedoel. De spin-off van het financieel-economisch beleid moet verder naar de maatschappij, moet verder naar de instellingen gaan. Mijn mensen, vergeet u niet, ook de banken hadden het moeilijk. 4 jaar geleden, velen stonden op wankel. Velen stonden op rand van faillissement. Daarover kan ik praten, ja. Maar vandaag staan al deze banken nu weer heel sterk. Waar vroeger mensen hun bankaccount hadden voor Amerikaanse dollar en euro. U bent daar getuige van. En u wilde geld hebben van uw rekening. U kon het niet krijgen. De ATM's waren leeg. Met Biggie Biggie kon u 50 Amerikaanse dollar krijgen van uw account per maand. Vandaag geven deze banken aan de burgers 10.000 Amerikaanse dollar per maand aan jullie. En jullie zijn niet geïnteresseerd, want die SRD is voor jullie belangrijker dan die US dollar. Het vertrouwen in ons SRD is terug. En dat moeten we behouden. We hebben geen valutakapitaal hier nodig. En dat is wat het resultaat is van ons financieel-economisch beleid. Mijn mensen, ik weet dat er nog wat uitdagingen zijn. En we hebben als regering beslist dat voor wat betreft die uitdagingen op zo kort mogelijk termijn oplossing moeten brengen. Eén is het vraagstuk van voedselprijzen. De inflatie daalt, gestart met 60%. En we gaan richting 15% inflatie in een korte tijdsperiode. De koers is behoorlijk gestabiliseerd. Maar de vraag is, regering, waarom dalen die prijzen in die winkels nog niet, die supermarkten? Wij geven als regering antwoord. We zijn al begonnen met die food basket. En de opdracht is gegeven, in alle resorten moeten 1 of 2 food baskets zijn voor goedkope producten aan de samenleving. En we zijn nu bezig met de banken om te kijken naar een financieringsmogelijkheid om te zorgen dat we meer goedkope voedsel
kunnen gaan aanschaffen voor de bevolking van Suriname, zodat iedereen over goedkope voedsel kan beschikken. Dat is prioriteit nummer 1. Uw groot probleem, heb ik al eerder aangegeven, wordt opgelost. Mensen hebben onzekerheid gekregen omdat hun grond is afgepakt, omdat ze dubbele uitgifte gehad hebben. Al deze zaken zullen worden aangepakt en teruggedraaid. Er zijn al beschikkingen geslagen waar men het al begonnen is om terug te draaien. Er zijn een paar zaken die bij de rechter liggen. Maar wilt u zekerheid hebben over uw grond, mijn mensen? En ik roep op, gaat u naar het ministerie. Er is een unit daar, grondconversie-unit. En zet uw grond om in eigendom. Dit is een van de belangrijke resultaten van ons beleid. Een historisch beleid, een historisch besluit van ons, dat we jullie zekerheid geven als burgers over jullie grond. Zet het om in eigendom. Heb je meer zekerheid. Jouw kinderen hebben zekerheid. Jouw achterkleinkinderen. En niemand pakt het af van jou meer. We maken gebruik van. Tot en met woensdag, afgelopen woensdag, hadden we al 50 miljoen binnengehaald uit grondconversie. En voor einde van dit jaar zullen we meer dan 150 miljoen uit grondconversie hebben binnengehaald. U krijgt zekerheid over uw grond en datgene wat u betaalt, dat geld brengen we terug voor sociaal programma naar de personen in de samenleving. Voor een betere AOV, voor een betere financiële vergoeding voor personen met een beperking, voor kinderbijslag en voor een sociaal programma. Zo werkt het systeem, mijn mensen. We hebben als regering prioriteit gegeven ook aan het vraagstuk van woningbouw. Iedereen mag geld lenen op elke bank, 7% hypotheek in het kader van landelijk woningbouw. U krijgt een perceel, u krijgt een woning, alleen moet u dat aflossen op basis van een plan. We hebben gezien afgelopen tijd dat niet iedereen gebruik maakt van zoveel geld hebben we gereserveerd voor die 7% landelijke woningbouw. Maar dit wordt gebruikt. En datgene wat niet gebruikt wordt, daar heb ik de governor van de centrale bank gevraagd. Maar ook de bankiers. Laten we mogelijkheden creëren om dit geld dat niet gebruikt wordt, die 7%, dat ter beschikking te stellen voor onze rijstboeren, voor onze landbouwers, voor onze ondernemers, zodat zij ook goedkoop kapitaal kunnen krijgen om te investeren in hun bedrijf. Binnenkort gaat u daarover meer informatie krijgen. Mijn mensen, infrastructuur, minister Owens hier, hoge prioriteit van bezanden, asfalteren en structureren van wegen. En de financiële middelen zijn beschikbaar gesteld. En laten wij alles doen om verbetering te brengen in de leefomstandigheden. Gezondheid. Hoge prioriteit. De 12 maanden. En gelukkig is de directeur van BGVS hier zo. Bureau Geneesmiddelenvoorziening. Mevrouw Malti Sarnio. En ik heb vandaag een appbericht van haar gehad. President, met betrekking tot medicijnen, komt die samenwerking tussen Suriname en India goed op gang. Maar ook met het bedrijf dat medicijnen levert. En ik zie de directie hier aanwezig van het medicijnenbedrijf hier aanwezig, de heer Barrett. En het appbericht zegt, voor de eerstkomende 12, 13, 14, 15 maanden hebben we voldoende medicijnen, zodat alle burgers medicijnen kunnen krijgen in dit land. En wij gaan garanderen dat die medicijnen dicht bij de bevolking zal komen. We hebben geld vrijgemaakt. Alle apparatuur wat niet werkt in de ziekenhuizen. Academisch ziekenhuis, Slans Hospitaal, Diakonesse ziekenhuis. Alle apparatuur moet voorzien worden van onderdelen. Nieuwe apparatuur moet aangeschaft worden, zodat als de burger zich aanmeldt bij de ziekenhuizen, geen enkele arts kan zeggen, een apparaat neer Rocco. Alle apparaten moeten functioneren om de gezondheidszorg voor u te kunnen garanderen. En daar geven we hoge prioriteit. Mijn mensen, het vraagstuk
van onderwijs. De minister is hier hoge prioriteit dat de faciliteiten voor kinderen goed zijn. De studie, dat kinderen ook een toelage kunnen krijgen, is bijzonder belangrijk. Zodat studenten een beetje zelfstandiger zijn en eigen toelage krijgen om die kleine dingen te kunnen aanschaffen. Waardoor ouders niet verantwoordelijk gesteld hoeven te worden. Mijn mensen, we hebben al gehoord over binnenland, hoge prioriteit, watervoorziening, drinkwatervoorziening en zonne-energie. En de projecten zijn al goedgekeurd. Alle dorpen krijgen zonne-energie en alle dorpen krijgen ook drinkwatervoorziening. Met een Belgisch bedrijf zijn die samenwerkingsafspraken gemaakt en we krijgen financiële ondersteuning van verschillende donorlanden. Productie krijgt een hoge prioriteit en er gaan meer middelen vrijkomen voor de verschillende fondsen die vandaag allemaal genoemd zijn, zodat de burgers optimaal gebruik kunnen maken van alle mogelijke fondsen om op ontwikkeling te brengen. Mijn mensen, we hebben gezien dat de economische groei goed op gang komt. Voor dit jaar is het geprojecteerd een economische groei van 3%. En het gaat verder groeien. Verder groeien met investeringen uit de private sector. En op dit moment zijn heel wat investeringen gaande in hotelindustrie, in appartementindustrie, aan waterpark in het noorden Charlesburg, in Nikeri een parboordrijsfabriek, maar tegelijkertijd in Saramaka een modern bedrijf voor de agrarische productie. Pluimveesector, heel iets hebben we gezien, wordt er flink geïnvesteerd in uitbreiding voor de eiwitvoorziening voor ons land. Ons West-Suriname bauxietproject, we gaan weer starten met de bauxietwinning in ons land. En tegelijkertijd starten we met onze oil en gas. Mijn mensen, we hebben hard gewerkt. Er is veel puin opgeruimd. En als regering regeren wij onder moeilijke omstandigheden. Maar we regeren en met die moeilijke omstandigheden waar we niet mogen lenen. Waar centrale bank niet mag interveneren. Waar staatsolie niet mag lenen. Waar we moeten zorg dragen dat we moeten bezuinigen. Lukt het ons om resultaten neer te zetten? Lukt het ons om ontwikkeling te brengen? En dat is die kracht van die VHP. Dat is die kracht van die Orange Power. Maar gaat u na. Gaat u na hoeveel mogelijkheden wij gaan krijgen als regering. Straks met die oil en gas. Waar er miljarden aan inkomsten binnen gaan komen vanaf 2028. Miljarden aan inkomsten. Zodat we als land inderdaad gaan worden een ontwikkeld land. Die groei van een ontwikkelingsland naar een ontwikkeld land. Maar daarvoor hebben we goed bestuur nodig. Daarvoor hebben we sterke leiders nodig. Daarvoor hebben we politieke partijen nodig die durf en moed hebben om besluiten te nemen. En de VHP heeft laten zien dat we durf hebben, moed hebben en leiderschap tonen in tijd van crisis om ontwikkeling te brengen. En we kijken naar het politieke veld. We kijken naar het politieke veld, die partijen die zich aandienen. En met name partijen die in het verleden de gelegenheid gehad hebben om het land te ontwikkelen. Maar een spoor hebben achtergelaten van vernietiging. Vernietiging van die economie. Vernietiging van het financiële systeem. Vernietiging van de rechtsstaat. Vernietiging van de samenleving. Dat die partijen en hun exponenten vandaag zich aandienen om het land verder te leiden, Mikado. En ik hoop dat het volk nog kan natrekken wat hun verdiensten zijn geweest afgelopen decennia. En hoeveel vernietiging ze teweeg gebracht hebben. Daarvoor is deze bijeenkomst belangrijk. Om te zorgen dat die personen nooit meer verantwoordelijkheid gaan krijgen. Nooit meer de kans moeten krijgen om het land te gaan vernietigen. Er zijn andere partijen, toen ze de gelegenheid hadden, toen het schip waar het leiding gaf, het schip wat Suriname moest leiden uit de diepe crisis en terechtgekomen was in een orkaan, terechtgekomen was in een squala en terechtgekomen was met hevige gevolgen,
En aan bottom is sekkie sekkie. En daar moest ik leiding geven. Daar moest ook andere leiders en andere partijen ondersteunen geven. In plaats van dat te doen, zijn ze eruit gesprongen. Zijn ze eruit gesprongen. En vandaag vragen ze om leiderschap. Vandaag vragen ze om medeverantwoordelijkheid. Vandaag vragen ze, geef mij die verantwoordelijkheid om het land te leiden. Je hebt die kans gehad. En je bent eruit gesprongen. Wel volk van Suriname. Wees u waakzaam. En kijk nu goed wie verantwoordelijkheden vraagt. Mijn mensen, er zijn zoveel andere kleine politieke partijen die geen enkel ervaring hebben. Het mooiste beloven. Wij hebben ook campagne gevoerd als VHP. Met u hebben we ook campagne gevoerd. We hebben Meet the People gedaan. We hebben overal gelopen. Maar we hebben ons plan opgesteld. Voor de verkiezing van 25 mei 2020 hebben we ons wederopbouwplan gepresenteerd aan de samenleving. Wat wij gaan doen na ons aantreden. De vraag is, waar zijn die plannen van die andere politieke partijen die ze klaarmaken? Waar zijn hun plannen? Waar is hun visie? Tot nog toe heeft geen enkel politieke partij een plan kunnen presenteren hoe zij het land gaan ontwikkelen. Hoe zij de economie sterker gaan maken. Hoe zij de inflatie gaan controleren. Hoe zij die koers gaan beheersen. Hoe zij die internationale reserve daar verder gaan laten groeien. Geen enkel heeft een plan. Het enige wat ze hebben is kwaadsprekerij. Het enige wat ze hebben, haat creëren. Het enige wat ze hebben, haatzaaierij. En u luistert naar die verschillende politieke partijen op de podium. En waarvoor roepen ze op? Ze roepen op voor etnische bundeling. Ze roepen op die groep moet bundelen. Ze roepen op die andere groep moet bundelen. Wij laten hier zien als VHP. Wij roepen niet op tot etnische bundeling. Wij roepen op tot bundeling van alle Surinamers, van alle districten, van alle bevolkingsgroepen, van alle culturele groepen, van alle religieuze groepen. Dat is de kracht die VHP. En dat zal onze kracht zijn. En dat zal onze instrument zijn. Om naar die 25 mei 2025 te gaan, mijn mensen. We gaan nog meer doen. En komende weken, ik sta met takwas aan met doing. Komende weken, en eerlijk gezegd, mijn mensen, ik kijk, elke dag rij ik langs CBB. En je ziet die lange rijen, uittreksel. En die ambtenaren daar, die met hun eigen tijd werken, om een uittrekselverlies met een paar uurtjes daar, om een nationaliteitsverklaring. Verlies men een paar uurtjes daar zo. Ik heb IGOV opdracht gegeven. IGOV is de IT-unit binnen het kabinet van de president. Dat het beleid ontwikkelt van de digitale overheid van ons land. En binnen enkele weken gaat u een app krijgen in uw telefoon, in uw smartphone. En daarbinnen gaat u een programma krijgen. En u gaat uw uittreksel uit uw toestel kunnen halen. U gaat uw nationaliteit verklaren uit een toestel kunnen halen. En niet daar wachten. Dat is die partij. Met een visie. Problemen van de samenleving oplossen. Dienstverlenend zijn. En zorg dragen dat er geen ongerief ontstaat. Natuurlijk, mijn mensen. En we ook een foyari. We roken tranga, we maken fouten. Die fouten moeten we corrigeren, we nemen die verantwoordelijkheid. Die fouten moeten we herstellen en gaan beter moeten doen de komende 12 maanden. En beter doen na 25 mei 2025. Mijn mensen, ik ga afsluiten. Maar ik ga niet afsluiten zonder aan te geven hoe zwaar er gewerkt is en wat de resultaten zijn. Vandaag is het boek uitgegeven. 4 jaar regering Santokki Brunswijk. Ik hoop dat jullie allemaal een boek krijgen. Ik roep op VHP, bestuur. Gaat u dat boek laten drukken voor alle VHP'ers. Voor alle structuren. Voor alle DCT's.
voor alle kernen, voor alle RCT's. En dan gaat u zien hoeveel resultaat er geboekt is in die 4 jaren alleen. Met weinig mogelijkheden, met zoveel beperking, met het IMF-programma, met COVID-19. En dan nog hebben we kunnen presteren. Presteren wat ongewoon gekend is. Presteren met dat resultaat waar zelfs buitenlandse financiële instellingen met gezag en respect naar ons kijken. Hoe wij in 3 jaren tijd onze schuldprobleem van 4 miljard hebben kunnen oplossen. Hoe wij onze koers hebben weten te beheersen. Hoe wij weer van nul een internationale reserve hebben kunnen opbouwen van meer dan 1,2 miljard Amerikaanse dollar. Hoe wij inflatie teruggebracht hebben. Hoe wij zorg dragen voor nieuw beleid met nieuwe inkomsten, bijvoorbeeld grondconversie. Dat we voor het eerst een BTW geïntroduceerd hebben in Suriname, zodat iedereen belasting kan betalen. Wij zijn de eerste partij en deze regering is de eerste regering sinds het bestaan van Suriname dat wij subsidie afbouwen. En daarvoor tonen we leiderschap, daarvoor tonen we moed. Subsidies moeten afgebouwd worden en het geld dat vrijkomt, miljarden, moet bij u komen in de vorm van veiligheid. In de vorm van medicijnen, in de vorm van school, in de vorm van infrastructuur, in de vorm van ontwikkeling. En we gaan het afbouwen. Maar wel gaan we die groepen die steun nodig hebben, beschermen. Wel gaan we die personen die financiële ondersteuning nodig hebben, helpen met financiën. En we zijn in onderhandeling met de vakbonden. En ik heb al eerder gezegd, it's time to give back. U heeft offers gebracht, u heeft zware offers gebracht, u heeft geduld getoond. Af en toe een beetje boos. En u mag boos worden. Maar wat u niet gedaan heeft, vertrouwen verliezen in die partij. Wat u niet gedaan heeft, hoop verliezen in de partij. En vandaag laat u dat zien. Vandaag bewijst u dat we inderdaad hier en daar niet tevreden waren. Mijn gronding is nog niet opgelost. Mijn werkding is nog niet opgelost. Mijn dat is nog niet opgelost. Maar hier is die partij. Partij lost het op in die 12 maanden. En we gaan het in die 12 maanden oplossen. In alle districten gaan we komen. Met ministers, met DNA, met teams. Om die problemen van u te vernemen en om daadwerkelijk op te lossen. Mijn mensen. Er is hard gewerkt. Er is veel gewerkt. Maar dit resultaat is dankzij jullie allemaal. Dit resultaat is dankzij jullie ondersteuning. Dit resultaat is het gezamenlijk resultaat van ons en het Surinaams volk, maar in het bijzonder vandaag jullie die hier aanwezig zijn. Ik ga jullie bedanken. Maar ik heb net gekeken toen die draken binnenkwamen. Jullie hebben gezien de Chinese draken, toch? Mr. Wang. Maar terwijl ze hier waren, kwamen die draken niet. En toen vroeg je aan First Lady, waar zijn die draken? Maar wat bleek, ze waren bang voor die olifant. Die olifant, ze waren een beetje bang. Maar voor het eerst hebben ze zo'n grote olifant gezien. Maar ze zijn binnengekomen. En ze hebben geen vuur naar ons gegooid. Maar ze hebben met liefde een oranje bal naar ons gegooid. Mijn mensen, deze oranje bal, de sinaasappel, de orange bal, zal symbolisch naar jullie toe gegooid worden als ze zijn de kick-off van onze campagne. De Orange Movement campagne start vandaag en die trein gaat lopen. Die orange trein van district naar district, van resort naar resort, van kern naar kern, van straat naar straat. En we gaan zorg dragen dat alle Surinamers in die trein gaan komen. Hiermee is die campagne van VHP 2025 officieel gelanceerd. God bless you all. Mag je allemaal bedanken. Allemaal bedanken. God bless you. Gaat u rustig naar huis. Geen djugo. Gaat u veilig naar huis. Er zijn mensen die hier komen zijn
Zes, zeven uren hebben ze getraveld. Apura, waar is Apura? Geef ze een applaus. Uren, 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 uren. Ze hebben Paramaribo bereikt. Ze hebben de bestemming van hun hoop bereikt. En ze gaan met hoop terug. Ze gaan met geloof terug. En we maken passie voor jou. Nikeri Apura passie. We maken voor jou. God bless you all. Thank you. Een applaus voor de president! We moeten door, we moeten door! Ja! We moeten door, we moeten door! We gaan door! We gaan door! Voorzitter, even. We bedanken iedereen voor zijn aanwezigheid hier. En de president heeft gezegd, er zijn genoeg medicamenten. Want Harriet, meer wat aparte, want toen maak je scot binnen, dus kan je dadelijk morgen nodig maken. We zijn hier. We zijn hier, want er zijn genoeg medicamenten hier in Suriname. Dankzij de president hier voor zorg in orde. We bedanken aan ieder. Aan ieder die hier vandaag aanwezig was. We bedanken ieder die thuis ook gevolgd hebben. Ja, en al die mensen thuis hebben de groeten gestuurd. Oma Jopie naar ben aan de Vliegerstraat. Mama Joni thuis die kijkt. Ja. Ja. En gaat u veilig naar huis. Mensen, iedereen die hier aanwezig is geweest. Veilig naar huis. We bedanken ook. We bedanken ook die papa Sabayo. Die Benny zat Miranda. Te kijken. Benny Miranda. Ik zie Benny Miranda. Welkom, welkom. Kabulani de muziekformatie uit Wageningen. Salut door voor de rest op muziek. Blijf je naar de Wageningers luisteren. Ja mensen. De jongens van Wageningen. Je merkt het in drukte om de president heen. Ja. Zo we doen bij de Orange Movement. En kom ik in melden aan de trappartij. In de beren next voel met de even rustig. Zet u rustig, de jongens van Wageningen. Maar if you want to try one country, you must me organiseer. En if you want to organize zo'n big meeting, dan vat dat maar proberen. Alle structuren van de VAP, bedankt voor je medewerking. De mensen van Marowijnen, bedankt voor je aanwezigheid. De mensen van Kommerwijnen, bedankt voor je aanwezigheid. Ja, zo is de kick-off begonnen. En we krijgen zo meteen muziek vanuit Wageningen. Maar DJ, die watch your sound even. Wacht even de mijn test en sound. 1, 2, 1, 2. Alle mensen die live de streaming hebben gevolgd. We hopen dat het te volgen was. Erg druk. Er zijn nog mensen buiten. En we hebben mooi weer gehad, hè? Ja, we hebben mooi weer gehad. We zijn de goden dankbaar voor het weer vandaag. Ze hebben een koele weer aan ons gegeven. Ja, het was heel gezellig. Het was een prettig weer. Tot de Albertlaan, propvol. Propvol, chockvol, helemaal chockgevuld. Oké. Okay. Zo zie je het officieel gedeelte is al afgelopen, de heren mensen. De heren van Wageningen, start, kom weer. Zo, soundcheck, soundcheck. Auwe. Ja mensen, helemaal uit Wageningen hebben we de muziekformatie Kabulani. Yes.
Yo, Wageningen in the house, Paramaribo in the house. Direct.